22 jaar uit Antwerpen. Gewoon voor de ervaring, leuke ervaring op het podium te hebben. En ook de kandidaat achter de schermen, het wordt altijd plezant en een plezante avond. Dus ja, dat is daarom dat ik meedoe. Wat vind je het leukste aan de avond? Het leukste? Mezelf? Nee, dat is niet waar. Ik vind alle kandidaten het leukste, ik vind de organisatie het leukste. Hoe dat ze het doen, de nummers dat ze geven en de nummers dat wij kunnen doen. Ja, alles in de organisatie, alles. En hoe schat je het zelf in dat je het zelf al hebt gedaan deze avond? Hoe schat ik het in? Ik gun iedereen dat wel. Dus ik schat iedereen wel goede kansen. Maar naar deze outfit. Ik ben dus ook Marokkaans afkomst. Ja, ik ben wel hier in België geboren, dus in België zijn dat. Maar ik ben wel Marokkaans en ik dacht, ik heb nog nooit in mijn shows iets Marokkaans aangedaan. Of in een verkiezing waar ik meedeed. En ik heb gezegd, op Star Diva ga ik het voorgaan en ik doe iets Marokkaans aan. Dus je hebt vooral Zuiders nummers gebracht al, van waar die keuze? Zuiders nummer, ik heb 1 jaar Belle Perez toch gegeven. Maar normaal geef ik nog meer Zuiders nummers, dat echt op mij getint is. Maar ik heb vandaag gezegd, ik zal het rustig aandoen en ik zal wat nummers geven dat iedereen wel kent. En plezant maken. En dan verandering van muziek. Is toch altijd wel plezant. Hallo, ik ben Yuna Mystica, ik ben 23 jaar oud en ik ben exact een jaar bezig met travestie. Ik kom uit Aalst. En waarom heb je besloten deel te nemen aan Star Diva? Omdat ik mezelf wil tonen waar dat ik sta in een jaar en omdat ik het heel graag doe. Ik hou van optreden, ik hou van de mensen amuseren en ja, daarom. En van waar uw keuze van de nummers? Het is wat pop, het is jong, dans, dat ligt mij gewoon heel erg en ik kan mezelf daar volledig 100% in geven. En wat is uw meest favoriete act van de avond? De eerste. dat is een remix van Sweet Dreams en I Wanna Dance van Willy. Goedenavond, mijn naam is Soraya Tequila Mystica Lee Stratton, of Soraya Lee in het kort. Het is eigenlijk mijn eerste verkiezing die ik vanavond meedoe. Ik ben al 4 jaar heel sporadisch bezig als showqueen eigenlijk. Niet gewoon travestie, maar showqueen. En ik ben er volledig voor aan het gaan eigenlijk. Waarom kies je voor zo'n lange naam als hem toch altijd afkort? Voor de fun. Het klinkt zo'n beetje Spaans en een beetje Oosters, vandaar de Lee ook. En ik voeg er altijd stukjes aan toe. Oorspronkelijk was Soraya Lee. Dan Soraya Tequila Lee. Spreekt voor zich. En dan Soraya Tequila Mystica Lee, omdat mijn showqueen moeder heet Kiara Mystica. Dus vandaar heb ik haar naam overgenomen. En Soraya Tequila Mystica Lee Stratton dan uiteindelijk komt van mijn drag grootmoeder. Dat is Candy Stratton uit Australië en Amerika. Zij is wereldberoemd als Cher-imitator ook. En zij heeft me ook een aantal dingen geleerd en is ook een schat van een vrouw. En van waar de keuze van de nummers van vanavond? Ik heb eigenlijk mijn nummers een beetje aangepast. Oorspronkelijk had ik 3 up-tempo dance nummers, maar omdat het dan allemaal in dezelfde lijn viel, heb ik mijn eerste nummer eigenlijk een traag nummer gekozen om toch iets speciaals te doen, iets apart. En is dat ook uw favoriete nummer van de avond of heb je een andere favoriet? Mijn favoriete nummer van de avond was mijn tweede nummer, Milk Inc, een medley die ik gemaakt had. Omdat ik, dat is dance, dat is echt mijn genre. Mijn eerste nummer, een traag nummer. Als danser kan ik me daar ook wel in uitleven in een moderne choreografie. En mijn derde nummer is meer een disco-nummer eigenlijk. En hoe heb je je voorbereid op deze avond? Vooral mentaal heb ik me moeten voorbereiden. Ook dat de helft van mijn familie denk ik nog niet eens weet dat ik vanavond meedoe, dat ik hier sta. Dus dankzij Facebook zal dat niet lang meer duren, vrees ik. Maar ik heb wel heel veel vrienden ook hier in de zaal die voor mij komen supporteren. Dus dat komt wel goed. Ja. Dus je hebt heel veel steun aan je familie? Ja, ik heb vrienden en ook ik werk als danser normaal gezien ook met heel veel travesties samen en zij steunen me ook. Ik heb heel veel dingen geleend van hen ook voor vanavond en ze zijn er, ook al zijn ze hier niet fysiek in de zaal aanwezig, ze zijn toch bij mij. Mijn naam is Kelly Moore, ik ben 24 jaar, ik ben afkomstig uit het Vlaams-Brabantse Roosdaal, dat nabij het Oost-Vlaamse Aalst ligt. En je gebruik doet mij een beetje denken aan Cruella, gemengd met Beyoncé. Van waar de keuze?
Wel, het themanummer moest in het thema zijn van de 90s en ik ben Zora van Tu Fabiola. En van waar de keuze van dat nummer echt? Het is echt een dansnummer, ik ben echt voor dansnummers. Het is ook zelf uit mijn eigen kindertijd, aan mijn 90s bitch. En het is echt super goede muziek. En ik ga daar gewoon volledig los op. En hoe schat u kansen in vanavond? Daar spreek ik mij nog niet over uit. We zullen wel zien, we laten het allemaal op ons afkomen. En wat vind je het leukste aan heel de avond? Eigenlijk de kleedkamer. Hoezo? Een keileuke sfeer hier. Het is echt een keileuke sfeer in die kleedkamer. Jona, Taifa, ja. Zusterschap, hè. En nog geen 4 maanden geleden heb je Drag Queen de Pannen gewonnen. Vond je het zelf niet eigenlijk vroeg om direct al mee te doen aan de volgende verkiezing? Goh, eigenlijk moet ik zeggen, ik kom al 3 jaar kijken naar de shows van Stardiva. Elke keer zit ik hier met mijn mond open. Sasha Ryan is ook bij mij op mijn huwelijk geweest. En ik had zoiets van, als ik iets doe, is het Stardiva, omdat dat allemaal de dansmarieken zijn. Dat is echt dansen, choreo en dat ligt mij echt wel. Dus ja, als we winnen, degene die wint kan meedoen in de groep. En daarvoor ga ik dan ook. Dus je wilt echt wel in een groep intreden? Ja, inderdaad. Ja, daar wil ik echt wel in intreden. Al vergeet ik natuurlijk niet Miss Drag Queen de Pannen. Oké, dankjewel. Nog veel plezier vanavond. Dankjewel.